Ik sluit het jaar af in Leerdam, de grootste plaats in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Een vestingstadje. Vooral bekend als stad van glas. Voor anderen is het de stad van vele kerken en voor weer anderen gewoon een gezellige plek om te wonen. In de aanloop naar de feestdagen praat ik met Leerdammers over hun pittoreske stadje. Dankjewel. En over het leven. Een gewoon wijkje in Leerdam zou u denken, maar in dit doodlopende straatje aan de Meent gaat vandaag iets bijzonders gebeuren. Aan het eind van de avond, verzeker ik u, herkent u de straat niet meer terug. Al ruim 15 jaar is Mike van der Donk met zijn vriend John de initiator van dit lichtjesfenomeen in Leerdam. Hij stopt veel tijd, passie en liefde in deze jaarlijkse kerststraat. Het was ook altijd leuk, weet je, al die weerschijn al in het water, weet je. Van, zeker als eigenlijk alles aan is, dat is echt wel vet. Het is nu nog een beetje troebelig, maar als het dan zeg maar helemaal glad is, dan is het wel mooi. Verschillende mensen vertelden me over deze Leerdamse traditie, dus ik wilde het graag met eigen ogen zien. Hi, hi Margreet. Mike, hi, welkom. Oh jongen, dit is wel to the max kerst. Welkom in de kerststraat van Leerdam. Het is echt... Welke is van jou? Laten we daar beginnen. Dit is ons huis. Oké. Okay. En ja, dit is het. Oh, en... Ooit, hoe lang geleden, begonnen jullie met een klein beetje? 15 jaar geleden. En toen waren het kerstboompjes, weet je, de helft van wat er nu staat. Een krans aan de deur. En de daggootlampjes, nog steeds dezelfde. En daar begon het ooit mee. Ja. En van daaruit is het steeds gekker, groter en mooier geworden. En uiteindelijk? En uiteindelijk... Ik vraag of de buren ook meededen. Ja, het is een aanstekelijke ziekte. Nou, ja. Maar jongens, ja. Want we zitten nu een beetje begin december. Dit is ook het moment dat het normaal aangaat. Er wordt nu heel hard gewerkt. Klopt, ja. We beginnen meestal zeg maar de zondag voor Sinterklaas beginnen we met opbouwen. En we wachten keurig af tot dat Sinter het land uit is. Ja. En dan gaat het los. Dan ga je all the way. All the way. Ja. Al jeuken ons handen natuurlijk wel om de powerknop omhoog te zetten. Dus dat, om eerder het al te doen. Om eerder, ja. Maar wanneer begin jij in je hoofd met kerst? Het hele jaar door. Het hele jaar door. Het hele jaar door, ja. Maar ook echt, we lachen erom, maar ook in de zomer? Ook in de zomer. Ja, in de zomer hebben we meestal zeg maar dat we samen al met de hele buren buiten zitten. En dan gaan we kijken van, oké, wat gaan we dit jaar doen? En wat willen we? En wat gaan we bijkopen? Wat gaat er weg en zo? Dus dat wordt altijd wel besproken van. En dan worden de plannen gemaakt en dan begint het weer. Want jullie zijn altijd wel... Altijd samen. Ja, nee. Ja. We zijn in een doodlopende straat hier en we zijn echt heel erg close met alle buren. En gewoon sociale controle en gezelligheid ten top hier zo. Dus dat ja, absoluut. Ja. Jullie delen de straat, maar ook klopt. De gezelligheid met elkaar. Ook de gezelligheid. Ja. Ja. Zorgen jullie ook een beetje voor elkaar? Absoluut, ja. Ja. Dus we zitten regelmatig ook bij elkaar gewoon te eten, weet je. Of we eten buiten op straat en de ene maakt dit, de andere maakt dat klaar. Dus er is altijd wel saamhorigheid onderling. Dus dat, en we zoeken elkaar altijd ook het hele jaar op. Ja. Ja. En als er nou nieuwe buren komen, stel ik wil dat huis. Die bewoners gaan eruit. Er komen nieuwe mensen en die hebben echt een... best hekel aan kerst. Dan zal ik ze er wel op wijzen wat wij doen in december. En of ze daar wel heel goed over na willen denken of zij dan wel hier willen komen wonen. Maar wacht, dat ga je ze vertellen voordat ze het gekocht hebben? Zeker, absoluut. Heb je dat met een van deze buren ooit gedaan? Absoluut. Toen wist je dat iemand het wilde kopen? Ja. En toen heb je gezegd, maar als je komt wonen dan? Met de kennismaking, toen ze kwamen kijken naar het huis, hebben we wel gezegd van nou, wees welkom, absoluut. Weet je, maar weet wel wat wij in december doen. En wat was de reactie?
Ja, nee, dat weten we. Dus we weten dat we in de Kerststraat, maar we vinden het hartstikke leuk. Hi. Rens, aangenaam. En welke is van jou? De hoge, de middelste. De hoge? De middelste is van mij, ja. Ah, hij is wel prachtig. Mooi geworden. Ja, hij is echt heel erg mooi. Ja, je wordt behept, hè, met zulke buren. Nou, ik wilde net zeggen. Nee, dat is, wat dacht je toen hij vroeg of je meedeed? Nou, ik wist niet waar ik aan begon. Nee, dat was, zeg, doe je mee met de kerst? Ik zei, dat is goed, doe wel mee. Maar dat dit zou worden, dat had ik niet kunnen bedenken. Nee. Woon je al lang in dit rijtje? Nee, ik woon hier nu 4 jaar. Oh, dus hij was al heel hard op weg toen jij hier kwam wonen. Ja. Had je een keus om mee te doen? Nee. Nee. Oh, nee. Nee, die was er niet. Nee, het was bijna een voorwaarde. Ja, nee, dus dat was geen discussie over mogelijk. Maar het is wel leuk. Ja, het is fantastisch. En met elkaar is leuk, dus het is helemaal naar mijn zin. Helemaal goed. Nou zijn John en Mike, die zijn het hele jaar ermee bezig. Ja. Hoe is dat bij jullie? Nou, ik zelf niet zo, maar mijn vriendin die is daar aardig mee besmet geraakt. Dus als hun in januari beginnen, dan staat zij vooraan om mee te doen. Wat is het? Waar zit de magie voor jou? De gezelligheid, het met elkaar doen. Dat is gewoon gezellig. Dat tref je niet overal. En dat hebben we hier wel. En die saamhorigheid met elkaar, dat is heerlijk. Dat is leuk. Ja. En zo werd de passie van twee de hobby van de hele straat. Ja, dat wel. Ja. Want jullie zijn een setje? Ja, dat klopt. Ja, ja. Jouw lief had ik al gesproken. 4 jaar wonen jullie hier nu? Ja, zo ongeveer. Ja. En sinds die 4 jaar al zo? Nou, het wordt wel ieder jaar iets meer. Ja, dus het begon met een paar dingetjes, maar het wordt wel steeds gekker. Hoe belangrijk is die burenvriendschap voor jou? Heel belangrijk. Ik vind dat als je ergens woont, is het gewoon heel fijn als je gewoon echt contact met elkaar hebt. Het is gewoon op heel veel plekken is het gewoon allemaal maar een beetje, ja, je leeft je leven en je zegt een keer gedag en dat was het. Ja. Maar hier is dat toch wel anders. Wat ik wel heel fijn vind. Dat als er ook echt bijvoorbeeld iets zou zijn of zo, dan voel je je ook niet bezwaard om eventjes te vragen van, joh, wil je me helpen of dat soort dingen. Ja. Nu woon je hier relatief kort. Is Leerdam thuis? Ja, inmiddels wel. Ja, maar dat is voornamelijk natuurlijk door gewoon je relatie die je hebt. Ja. Dat maakt het thuis. Maar ook gewoon de plek. Het is gewoon een heerlijke plek om te wonen. En een hele leuke straat om in te wonen. Ja. Ook een hele opvallende straat. Hele opvallende straat, zeker. Ja. Dat valt wel mee, hele, toch? Kent iedereen het kerststraatje? Ha, helaas wel. Ja. Nee, dat is echt een... Als je in de winkel staat en je staat gewoon te praten, dan is er heel vaak gewoon de winkelier die dan al zegt van, ja, maar dat zijn de mensen van de meent, van het kerststraatje. En dan weet iedereen dan eigenlijk wel van, oh ja, nee, dan krijg je de verhalen hoe zo mooi zij het vinden. Hoe leuk ze het vinden, hoe ze het van de overkant vanaf de appartementen. Mensen roepen ook, hè? Want het viel me al op dat mensen met hondjes, die gaan allemaal roepen naar jullie. Klopt. Ja, dat is echt gewoon, ja. Zeker op zo'n avond als vanavond met de opbouw, dan is het echt gewoon helemaal. En dan zo rond tegen de kerst, dan krijg je echt gewoon mensen die, ik heb ze meegemaakt uit Woerden. En grootouders die dan de kleinkinderen even speciaal meenemen deze kant op. Even een rintje naar Leerdam maken en dan gewoon even kijken. Dat is gewoon leuk. En gewoon echt kinderwagens die gewoon lekker langzaam rollend door de straat heen komen. Auto's die aan de overkant stilstaan. Dan heb je gewoon constant, oh ja, weer een flits. Dat hoort er dan ook bij. Dit is Tiendo en Tiendo is met de kerstopbouw ook altijd een kerstsfeer. Dus dat heeft hij zijn verlichte jasje aan. Dus ook de hond doet mee.
even. Ga nu niet plassen, hè, tegen de kerstverlichting. Kom, kom, kom.